De Hogeschool Universiteit Brussel wil volgend schooljaar beginnen met een klinisch centrum voor de opleiding optiek en optometrie. Studenten kunnen daar praktijkervaring opdoen. Het oogcentrum zou op termijn ook toegankelijk zijn voor gewone patiënten. Vandaag hebben opticiens en optometristen in spe al geoefend op docenten en studenten van andere richtingen. Thierry Roman. Ik ga dat een keer voor uw ogen zetten, hè. Maar gewoon rustig naar achter een beetje zitten. Ja, ietsje dichterbij. Op campus Terranova voeren derdejaarsstudenten optiek en optometrie oogmetingen uit. Die verlopen anders dan tijdens de gewone praktijklessen. In de kader van de week van zien gaan onze studenten de ogen opmeten van alle docenten en studenten, andere studenten van de HU Brussel. En dit om voornamelijk om hun praktijk meer te oefenen, omdat ze gewoonlijk altijd moeten oefenen op eigen studenten. Kunt je hier de middelste lijn lezen? 4, 8, 5, 6, 2. Ja, ik ben nu toch wel wat zenuwachtiger omdat ik haar niet ken. Terwijl medestudenten ken je veel beter en je kent ondertussen hun resultaten ook al wel. Het is zeker een ervaring. Ik leef er echt wel mee van om op deze manier met mensen om te gaan. Weten mensen ook niet wat ze moeten verwachten. En zijn het ook onbekende mensen. Het is makkelijker voor het latere beroepsleven. De Hogeschool Universiteit Brussel wil vanaf volgend schooljaar de praktijkervaring van de studenten optiek en optometrie verder uitbouwen. We zijn van plan om een klinisch centrum voor optometrie op te starten, waar de studenten eigenlijk de leiding van zullen hebben. Altijd docent begeleid, maar in die zin dat de cliënt op dat moment aankomt, de student moet ze ontvangen, zal de oogtest doen, gaat glazen bestellen, zal dan ook de glazen moeten inslijpen en de bril terug afleveren. Het vak van opticien en optometrist wordt dus al in de praktijk aangeleerd. Met patiënten van wie de studenten de ogen niet kennen. Zometeen.